Yo, kijk mijn IMT, vandaag hebben we een nieuwe aflevering van Roller Coaster Tycoon World. En we zijn met een nieuw scenario begonnen. Laten we snel gaan beginnen. Ik wist wel dat ik er goed aan deed om met jou in zee te gaan. Je hebt bewezen de perfecte persoon te zijn om mee te werken aan ons project. Je hebt parken die stuk liepen, nieuw leven ingeblazen en een eigen lijn getrokken in geval van de meest beperkte omstandigheden. En nu hebben we een verrassing voor je. Het is een prachtige plek, toch? Laat eens zien wat je kunt doen als ik je meer vrijheid geef. Wat moeten we doen? Dus nu is het eigenlijk gewoon echt. Even kijken. Minimum park aantal mensen. Parkbeoordeling. Het is gewoon een sandbox map. Lazy ass fuckers. Oké, dat is dus één ding. Een paar attracties. Schiet op. Zo was dat. Het roteren. Dit was de uitgang. Ja, zo was het. Zo, pakken we die erbij. Een beetje erg overdreven. Ik kan niet eens recht bouwen. Zucht. Oké, dan is dit. Deze tenminste open. 2 euro. Even een eetkraampje doen. Drankkraampje. Openen. 8,75. Mooi, is toch geen oplichting, jongens? Of wel? 9 euro voor een hamburger. 9,5. Is toch wat te doen. Waarom druk ik heel erg uit die game? Of heeft Windows weer een belachelijke update gehad? Of is deze game nog kapotter dan ik had verwacht? Beeld. Beeldvullend. Ik mag deze settings hier dus niet aanpassen. Fijn. Nee, daar heb ik het voor gedaan. Klein was dat we zelfs goed kunnen gaan doen. Een pad. Waarom mag die niet? Omdat het gewoon te dicht daarbij ligt? Wat een onzin. En dan mag dit dus wel. Ja jongens, jullie horen het goed. Deze game is één grote berg bullshit. Zo, ik heb er zelfs voice cracks van. En ik moet 850 mensen in mijn park krijgen. En ik was eerst Jezus die dit kan. Jee, pot is weer geglitcht. Oké, gaan we dus weer. Een reuzenrad. Kost eventjes 3k. Dat echt helemaal niks is. Weer out of game. Puur alleen om deze game in of niet in één niet meer opstaat in full screen mode. Ik weet niet waarom. Nee, dit doen we denken aan Theme Park Incorporated. De mensen zien er moe uit. In plaats van bankjes, misschien krijg je wat meer energie. Dat is een praktijk. Oké, vroeger had ik zo'n koppijn van. Waarom kan ik hier geen kraampje plaatsen? Dus deze game gemaakt wordt door een student op mijn school. Dat hier een 10 voor krijgen. En ik denk van Matrix nog veel lager. Ik heb tenminste 2 mensen in het park. Niet normale parkwaardering. 43%. Maar ik moet echt mijn fame rank omhoog krijgen. Zo snel mogelijk. Dat houdt in. Dat mensen naar mijn park toe moeten komen.
voor de veiligheid alvast een Italiaans gerecht plaatsen. Sushi. Taco taco burrito. Salade. Kijken. Italiano. Pas precies. Ze wilden een souvenirtje hebben. Dat had ik volgens mij al. Dit park is erg donker. Overweeg om een paar lampen te plaatsen. Schoonmakerspost. Zo. Waarom is het dan zo moeilijk om hier een gebouw neer te kunnen plempen? Misschien de spiegel even sneller zetten. Want voor hier kan ik zo meteen toch maar een keer vertellen. Wat spannende attracties neerzetten doet altijd wel goed. Dan beter dan normale attracties. Zucht. Nee, druk weer de game uit. Ik kan het gewoon niet anders instellen. Als deze game nu opstart, ben ik gewoon weer een half uur bezig. Puur weer een loading screen. Dat is echt zo belachelijk en vervelend. Alleen maar één is kapot. Dus laat ik een paar wc's plaatsen. Dat is ook wel handig als je mensen je park wil blijven houden. Dat zegt men trouwens. Het is nooit bewezen dat het echt zo is. 50 cent om kinderen wc te mogen. Check. Toch een prikkie. Dit gaat ook open. Waar is die monteur? Oppakken en je gaat hier naartoe. Ga dat ding nu repareren. Super Schommel 1 is heel populair. Wat deze? Hè? Dan pak ik het erg donker. Oh nee, ik kom een paar lampen te plaatsen. Nee! Oh, hier komt hij. Hoi vrienden! Ik las net over het magnaat leerling en die gelf. 29 maart op 13 mei. Kijk eruit om een klassieke, normale, vlakke attractie te gaan. Oké, dan gaan we even kijken. Attracties. Een vlakke attractie is dat dus. Bijvoorbeeld een draaimolen. Ik kan een mooi mini neerzetten. Als ik neem aan dat dit een normale vlakke attractie is. Neem ik aan. Openen. Hallo, stad. Een muziekje weer afspelen. Nee, zo. Music. Play. Music. Play. Maar wat zijn dan precies vlakke attracties eigenlijk? Oh. Mooie UI update. Draaimolen is dus normaal. Oké. Dan komt het dus helemaal goed. Komt op 29 maart. En ik maak deze maand dus al winst. Woehoe. Wat denken mensen hiervan? Koopwerk had verwacht. Oké, dan wordt het automatisch al duurder. Koopwerk had verwacht. Wordt duurder. Koopwerk dat ik had verwacht. Duurder. Pet.
Ik hoop dat ik had verwacht. Maar ik ben zo'n 9 euro voor gaan vragen, jongen. Kan bijna niet anders. De mensen hiervan. Heftig genoeg. Kokrek had verwacht. 2,5. Kopen dan ik had verwacht. 25. Kopen ik had verwacht. 2,25. Ook bijna de helft. De ene helft in Engels is en de andere helft niet. Wie is dat? Hey. Zo. Zoek een plek om te rusten. Dat doe ik zo meteen wel. Hallo, game? Hallo? Vrienden, je moet naar de uitchecken. De vlakke attracties zijn leuk. Even ieder wat wils. Oké, de game was dus zo hard gelaggen daardoor. Dat gewoon mijn hele game froze. Alleen om die ene melding. In de parkwaardering echt ziek en ziek laag. Dus gaan we het omhoog krikken. Word alweer een beetje happier. Is wel iets waard. Maar blije mensen geven geld. Dat is echt waar. Niet wist. Heb ik nu wat van een schoonmaker? Nee. Oké, ik heb in ieder geval iets gehaald. Alleen, ik moet nog weer mensen hebben. En mijn frame rank moet nog verder omhoog. Mensen bevelen je park aan bij hun vrienden. Wow. Kan dat in dit park? Kan dat in dit spel? Holy shit. Waar is Rollercoaster al die tijd geweest? Ik heb eindelijk iets positiefs gevonden in deze game. Maar weet je, deze game valt op zich best wel mee. Als je gewoon een paar kleine dingen heen kijkt. En de content is gewoon echt... weinig. Ik denk dat je echt 5 euro voor deze game vraagt, is echt maximum wat je ervoor moet vragen. Niet veel meer. Daar houd ik ook gewoon echt wel op. Minimale pretpark beoordeling stijgt nog steeds. Autosaving. Ja, die fiets heb je wel nodig als je game regelmatig crasht. Het ziet er niet echt hier van het uit dit. Maar ik ben er donker. Overweeg om naar de lampen te plaatsen. Nee. Ik kom er aan toe. Wacht. 2,50. Ik kom er aan toe. Wacht. Ik heb vervangen. Ik kom er aan toe. Wacht. Jongens, ik vind voor de eerste keer deze game een leuk te vinden. Op dat na dan. Oké, dus wacht tot de volgende influencer langskomt. Want er gaan ook vrij weinig mensen trouwens naar huis. Voor deze eerste keer in dit spel. En het park aan mensen stijgt ook eigenlijk alleen maar. En bij de kleren doen we wel weer gaan met de lampen te plaatsen. Dat gaan wij nou mooi even niet doen, jongen. Die maakt ook heel wat winst. Voor een verandering. Parkwaardering is gewoon 88%. Ik weet alleen niet of ik dat voor elkaar krijg. Dat kun je heel veel doen. Autosaving. Oh, luister goed mensen.
29 juli tot en met 27 september is het moment dat ik magneetleerling ga bezoeken. Een magnaatleerling. Als vakantie. Hoop op geweldige attracties met mijn familie. Gaat in twee familieattracties. Oké, wat zijn familieattracties? Dit lijkt me een familieattractie. Dit lijkt mij er een. Dit lijkt mij er een. Dat lijkt mij er een. Dat lijkt mij er een. En deze niet. Is het ook echt zo? Familieattracties. Superschommels. Dat is deze. Ja. Reuzenrad. Oh, en die. Goed, die Twister zou ik ook wel zo graag hebben. Oh. Druk gewoon weer mis. Echt ongelofelijk. Maar dan gaan we dus wel de volgende episode zien. Hoe wij deze familie gaan ontvangen. Dus laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Tjus.